Deze nieuwsuitzending is heel bijzonder, want we gaan het weer oppakken over het boek De Heersers van het Kwade. Iets waar een ieder mens zich bewust van moet zijn. En ik zou dat boek De Heersers van het Kwade ook in mijn eentje kunnen doen, maar gelukkig heb ik een vriend en die woont in Leuven en die kan beter Engels dan ik. En die heet Jurk Liesman. Hartelijk welkom, Jurk. Dank je, Perry, voor de uitnodiging. En het is fijn nog eens een keer bij jou te zijn en met jou samen aan de microfoon te zitten. En verder te lezen in dat boek Heersers van het Kwaad, zoals jij dat noemt zeker, hè? Rulers of Evil. Ja, kijk, we zijn nu juist bezig met kapitel 7, The Fingerstroke of God, of met andere woorden. Dit is een vingerwijs, een Godsteken, bij wijze van spreken, een teken van God, met andere woorden. Ja? Een uitroeping die de paus gedaan heeft op den ogenblik als Ignatius Loyola hem de constitutie en de eed van de inductie voorgelezen heeft. En over deze eed gaan we ook verder gaan spreken in dit deel. Wat ik eventjes graag kwijt wil is dat ik op mijn tweede YouTube-kanaal Jugglers War on Disinfo op dit ogenblik een boek aan het lezen ben van Theodor Griesinger. En dat boek heeft de titel, wacht even, want dat is altijd zo lang, dan moet ik eens in de gang nakijken, ik weet dat nooit niet van buiten. Ja. Dat boek noemt, ja, als nu de computer nog eens een keer kan opstarten, want die schijf is eentje, die moet bewegen en die komt uit de slaap nu. Die Jesuiten, vollständige Geschichte ihrer offenen und geheimen Wirksamkeit von der Stiftung des Ordens bis jetzt. Auf in Nederlands. Die Jesuiten, der halt vorliegende Geschiedenis von den Open und geheime Werke, von dem Oprichten von der Orde tot nu tu. Geschrieben durch Theodor Griesinger in 1866. Das tot nu tu ist ondertussen auch 150 Jahre geleden. Okay. Ja. Maar niet des te min, als je gaat beginnen over de beginnerstijd van Ignatius Loyola, waar we hier nu ook in het komende kapitel van Heersers van het Kwaad over gaan lezen, dan ga je zo veel dieper in dat boek van Griesinger, dat is zo'n plezier om te lezen. Ik heb ondertussen een stuk of 11 lezingen daarvan als video al ingedaan. 4 zijn gepubliceerd op mijn kanaal. En dat gaat allemaal over de begintijd van de oprichting van die orde, over de hele manier hoe dat Ignatius Loyola, wat hem gestudeerd heeft, hoe hem gestudeerd heeft. En daar zult u versteld van staan hoe stom die eigenlijk was. Hoeveel keren dat hij opgepakt was door die Inquisitie. Over zijn studie hier in Montaigu, waar we ook straks over gaan spreken, hier in Parijs, waar hem naartoe gaat. Heel, heel interessant. En de hele beginfase van de Jesuiten. Dus iedereen, en dat is de punt die ik wil maken, die interesse heeft om meer over de oprichting van de Jesuiten en de omstandigheden van de oprichting van de Jesuiten te leren, nog dieper als hier in Heersers van het Kwaad door Tapper Saucy wordt gegeven, die zou zich dat boek moeten bezorgen van Theodor Griesinger. En dat kun je vrij als pdf downloaden, dus dat moet je niet betalen. Dat is wel een fractuurgeschrift, dus in deze oud-Duitse schrift van meer dan 100 jaar geleden. Die moet je wel eventjes gewoon worden om te lezen. Moet ik ook als ik het voorlees op mijn video's. Dat is ook voor mij niet altijd gemakkelijk. Maar wat je daar aan weten gaat opdoen, is ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Ik dacht wel dat ik al veel wist van de Jesuiten, maar bij Griesinger heb ik nog een heel pak bijgeleerd. Onder andere, en dat is misschien, daar moet je mij misschien later een keer op herinneren, dat ik de draad daar terug ga oppikken. Wij gaan ja nu spreken over de fingerstroke of God, ja? Dus het teken van God, wat de paus uitroept, omwille van dat hij bij wijze van spreken God Ignatius Loyola gezand heeft om de Romeins-Katholieke Kerk uit de miserie te helpen. Die miserie in die ze is ingekomen door de Reformatie. Ja? Daarvoor werden de Jesuiten ja opgericht. Die hun oprichtingsreden was ja de counter of de counter-reformatie, de tegen of anti-reformatie, hoe je het ook wilt gaan noemen. En ze werden opgericht met een bulle of een breve. Daar is nog altijd een verschil over. Daar zijn officiële documenten of berichten waar geschreven wordt dat het een breve was. Een breve is dus een niet zo machtig stuk papier als een bulle van de paus. Mm-hmm. Ja, ja. Een bulle is het machtigste stuk papier dat een paus kan publiceren. Een breve is het tweede machtigste. Maar een breve is niet irreversible, dus niet onomkeerbaar. Een bulla normaal gezien wel.
En daar zijn mensen die zeggen van de oprichting van de Jesuiten, Dominus Regimini Militantis Ecclesia, was een bulla. En daar zijn mensen die zeggen van dat was maar een breve. Okay? Uh-huh. Ik wil zelfs verder niet in deze discussie gaan. Maar deze, Regimini Militantis Ecclesia, is ene. Maar dan kwam in 1543 nog een tweede van Paul den Derne en die noemde Injunctum Nobis. En wat daarin staat, daar val je van uw stoel. En dat is heel interessant. Maar ik zou dat niet nu gaan zeggen, want we moeten dat een beetje in de lijn houden van de geschiedenis van de Jesuiten, die we hier in dat boek gaan leren. Alleen eventjes dat jij misschien daar later nog een keer op komt en zegt dan, Jörg, vertel ons dan eens een keer van die andere Bulla, wat daar zo interessant aan is. Ja, ja. Okay? Dus, ja, dat wilde ik zo ver zeggen. Ja, sorry, ik heb alweer helemaal overgenomen. Het was niet mijn idee, maar... Jij mag aan het woord. Anders moet ik de hele tijd praten. Ja, het is de bedoeling. Maakt mij uit. Ik controleer of jij verstaanbaar spreekt. En als ik denk dat mensen jou misschien niet kunnen begrijpen, dan grijp ik in. Oké. Okay. Spreek ik dan soms zo gecompliceerd, ja? Soms gebruik jij termen omdat jij... En jij hebt zoveel ervaring en dan raus je heel snel over bepaalde termen heen, ervan uitgaande dat iedereen weet wat het is. Ja, dat is waar. Ja. Dat is een bul. De katholieke kerk, dat is een hiërarchische kerk, dat is totaal fout. Dat is een eenheid van kerk en staat. Want een kerk is niet hiërarchisch. Een kerk is anarchistisch, per definitie. En daarin weet jij, in die boel, dus de pauselijke bul, dat hebben ze afgesproken. En je hebt een brief. Een brief, noemen we dat, een brief. Ja, een brief. Ja, het is een brief. Is een apostolische boodschap. Maar dat even ter verduidelijking. Dat soort dingen kan ik toevoegen. En een bul, dat is dat die paus, die rare organisatie, heeft verklaard in 1850 of 1870, corrigeer mij, dat die vader, die heilige vader, dat is een overtreding van Matthäus 23 vers 9. Noem niemand op deze wereld je vader. Die gaat daar recht tegen in. En dan hebben ze ook nog gezegd dat die vader, die heilige vader, die spreekt de waarheid. Zonder meer. Ja, je bedoelt die onfeilbaarheidsverklaring van... Onfeilbaarheidsverklaring, ja. Ja, dat is alleen maar geldig als een ex-cathedra spreekt, hè? Dus van zijn troon. Hè? Mm-hmm. Dus niet altijd, dat is heel belangrijk, want er was onlangs een discussie op het internet. En ik heb daar met Brett over gehad, ik denk in een van de afleveringen van Code Word Babylon, waar we aan het lezen zijn, over Bischof Schneider. Een Duitser uiteraard, Schneider. Bischof Schneider, die ingegaan ist, ob das, was enkele Maanden geleden gebeurt ist, ob ein Flücht mit Paus Franziskus, war hey, ob die Flücht gefragt wird. Da kam jemand bei ihm und hat ihn gefragt, in Verband mit, da kam jemand bei ihm und sagte, was ist der Paus sein Meinung über die Verlossungs, hoe zeg je dat? Verlossingsleer? Ja, over de verlossingsleer van Luther. En dan heeft de paus gezegd van, nou, daar ben ik volledig mee eens. Wat? Ja. Heeft hij gezegd, ben ik volledig mee eens. En die Bischof Schneider werd op een, dat kun je trouwens op YouTube opzoeken, daar is een video over Bischof Schneider, waarom dat uitlegt. Die werd dann darüber gefragt, von ja, hoe is dat nu te verstaan? Der Paus geeft in ene keer Luther gelijk. En dann zegt die Bischof Schneider, ja, weet je, also ik zeg dat nu met mijn eigen woorden, ne? Die Bischof Schneider heeft mir noch mehr gezegd, van weet je wat, der Paus kan lullen wat dat hem wil, op dat vliegtuig zit hem niet op zijn troon. En der Paus, als hem op zijn troon zit, spreekt ex cathedra. Als hem in de vliegtuig zit, is dat niet ex cathedra. Oh! Wij hebben al een zekere. Begrip van de verlossingsleer en die is geregeld op het Concil van Trient 1545 tot 1563 en dan zijn we met zo'n lachend gezichtje, ja? Dus met andere woorden, die paus staat daar te liegen als hem daarbij staat en maakt hem niet uit, nog niet eens, ja? Dat noemt men ook mental reservation, ja? De geestige voorbehouden, ja? Ja. Die zij hebben, die mentale voorbehouden die zij hebben, dat ze zoiets kunnen doen. Bij wijze van... Mag ik even invullen voor jou? Ja, tuurlijk. Ja, ja. Ik wou alleen even zeggen, het is echt interessant om eens een keer te gaan zien.
hoe die Bischof Schneider darauf ingaat und sagt, von ja mal, der Paus kann auf dem Fliegtuch sagen, was er dann will, dann ist das von Gelenkele Warde. Als der Paus nicht auf seinen Thron sitzt und das nicht als König von dieser Welt, ein Herr der Herren, die ihm sich selbst mag, spricht, dann ist man so fehlbar als Iderein, bei Weise von Sprechen. Ja? Dan speelt het een rol wat dat hem zegt. Zo. De invulling, dan, Jurk gebruikte net de term mental reservation. Geestelijke voorbehouding. Dat betekent dat je mag zeggen wat je wil zeggen. En als iemand zegt je hebt gelogen, dan kan je altijd zeggen ja, maar ik zei eigenlijk dat. Je woord heeft niet zoveel betekenis. Nee. Dan is dus de hoge kunst van de sofistiek en de casuïstiek. Ja, sofistiek, ja, ja, precies, ja. Ja. Dus, onnoodzakelijk taalgebruik noem ik dat. Hey, zullen we beginnen? Tuurlijk. Ram hem maar af. Ik heb momenteel hoofdstuk 7, Fingerstyke of God. Ja. En jij doet in het Engels. Ik heb het, de moeilijkste woorden eruit gepakt. En gekeken wat ik dan met Google Translate. Dan gaan we samenwerken aan het Nederlands. Ja? Okay. Maar begin maar in het Engels. Dan zeg je maar gewoon wanneer ik moet stoppen. Ja, pak maar eerst de alinea. Determined on a priestly life, Inigo de Loyola returned to Barcelona from Jerusalem in the spring of 1524. He spent the next 3 years in Spain getting the requisite Latin. Since direct contact with the Bible was prohibited by law, his reading caused the humanities. Ik mag hier stoppen. Dit gaan we gelijk vertalen. Even de invulling op zijn Nederlands. Ignatius de Loyola, die wilde een priester worden. Was vast besloten, ja. Vast besloten om een priester te worden. En hij keerde terug naar Barcelona vanuit Jeruzalem in het voorjaar van 1524. Mag ik je daar even onderbreken? Kom maar. We hebben hier niet over gelezen wat gebeurd is als ze naar Jeruzalem gingen in 1524. Ja? Ja. In dat boek van Griesinger wordt dat schitterend beschreven. Hoe dat die kerkelijke overste van Jeruzalem Ignatius van Loyola eigenlijk bijna buiten gesmeten heeft daar. Ja? Omdat hij helemaal niet akkoord was met zijn doen. Ignatius van Loyola kwam daar naartoe om de Turken te christianiseren, hè, zoals ze dat noemen. Hè? Ja, ja. Christendom te bekeren, wat ja geen christendom is, maar katholicisme. Haar niet, ja. Maar er was heel duidelijk dat hij nog de taal sprak, nog enig idee had van hun religie, dus de islam. En dat hem ook zelfs met het katholicisme niet zo ver gevorderd was om te begrijpen wat dat was. Dus die ging dan naartoe, die was wel vreselijk gemotiveerd, maar die had dus geen, bij wijze van spreken geen idee waarover dat hij sprak. Dat komt, bij Griesinger is dat heel schitterend beschreven, zijn reis dan naar Jeruzalem naartoe. Dus, ik geloof het zonder meer. Aanvullen. Dat wordt ook duidelijk in deze alinea. Maar goed, hij besteedde, hij verbleef 3 jaar in Spanje. En toen kreeg hij, of moest hij leren, het verplichte Latijn. En omdat direct contact, het directe lezen met de Bijbel was verboden door de wet, zijn ja, reading caused the humanities. Hij veroorzaakte een rel, zou ik zeggen. Omdat het direct lezen van de Bijbel was verboden door de wet, veroorzaakte hij een rel. Vertel ik dat goed? Ja, ik zou dat nu een beetje anders verstaan hebben. Oh, dat directe contact met de Bijbel verboden was per wet, werd hij eigenlijk meer verplicht om zich met de humanitaire leer bezig te houden in plaats van met de Bijbel. Dus psychologie en filosofie en dergelijke leren die uit de Romeins-Katholieke Kerk komen. Dat is ja vandaag de dag ook, Perry. Als je priester wilt worden, dan leer je niet uit de Bijbel. Je leert uit het oude Griekse empire. De filosofie en de psychologie en al die Quatsch. Dus je leert over de humanities, ja, dus de menselijke leer. Over die menselijke leer. Je kunt ook zeggen het gnosticisme. Ja. It's reading caused the humanities. So, ik zou zeggen dat moet zo verstaan worden eigenlijk van ja, directe contact met de Bijbel was verboden. Dus hij kon niet bij wijze van spreken zich met het
in het priesterdom opleiden door de Bijbel te lezen. Dus greep hij terug op de werken van de humanisten. Ja, die oude Grieken, dus Socrates, Plato. Ja, de humanisten, ne? Wie dat je ook dat wilt vernoemen als humanisten. Dan kun je bijvoorbeeld natuurlijk ook nemen Thomas van Aquin. Ja. Ja, die ken ik. Oké, dat lijkt me genoeg. Ga maar door als je wil. With the esoteric experience of this of his spiritual exercises, he charmed the wives of important men. He received frequent invitations to dine at elegant tables, but preferred to beg food door to door and distribute the choice pickings to the poor and sick. He lived in an attic and slept on the floorboards, trying desperately to persuade God of his worthiness. He prayed for 6 hours each day, attended Mass 3 times a week, confessed every Sunday, and continued whipping himself. He devised secret penances, such as boring holes in his shoes and going barefoot in winter. Ja, stop maar. Ja, ja, dat is al een heleboel, ne? Ja, ja. Zo, wat er hier nou staat, hè? Ik ga het gewoon samen, ik ga het niet letterlijk vertalen. Maar met zijn esoterische ervaring van zijn, dus van Ignatius de Loyola, spirituele oefeningen, verbracht hij de vrouwen van belangrijke mensen in vervoering. En hij kreeg regelmatig een uitnodiging om te dineren. Maar gaf er de voorkeur aan om voor voedsel te bedelen van deur tot deur. En dan wat hij maar koos te verdelen onder de armen en de zieken. Hij leefde in een kelder. Nee, en hij... een zolder. Oh, zolder. Sorry, ja. Ja, je hebt gelijk. En hij sliep op de houten planken. Wanhopig te proberen om God te overtuigen van zijn waardevolheid. Van zijn waardigheid of van zijn gerechtigheid. Ja. Ja. En dat is hetzelfde. En dat is interessant. Dat is wat hij gelijk heeft hier met Martin Luther. Martin Luther heeft ja ook, is ja ook in het Augustinerklooster ingetreden. En heeft in die tijd ja ook zo veel zich op de grond geworpen en zo onthoudzaam en alles geleefd. Om te proberen om God te gevallen op die manier. Ja. Niet verstaande dat God geen respecter of persons is. Dus dat God de persoon niet respecteert. Correct gezegd, mijn broeder. En hij bad 6 uur per dag. Hij ging naar de mis 3 keer per week. Hij ging ter biecht elke zondag. En voortdurend sloeg hij zichzelf. Hij had ook ontworpen geheimen. Ja, penance is een boetedoeningen. Ja, geheime boetedoeningen. Want hij ging, dus die, ja, sorry hoor, maar ik moet er bijna om lachen. Hij heeft gaten in zijn schoenen, in de zolen van zijn schoenen geboord. En dan krijg je pijn aan je voeten. En hij ging ook in de winter op blootsvoets. Ja, dat is juist. En, en hier met deze zelfkastijding, wat dat ja in feite is wat hem doet. Dus dat zich slagen met die wip. Wat is dat, een wip? Een zweep. Ja. Dus hij slaagt zich met een zweep elke dag. Dat is zelfkastijding. Maar dan heeft hem ook nog die geheime boetedoeningen. Zoals gaten boren in de zool van zijn schoenen en in de winter blootsvoets gaan lopen. Dit is de basis voor de latere geheimgezelschap die binnen de Jesuiten ontsprongen is, die Opus Dei noemt. Yep. Die zijn verplicht deze geheime penances elke dag te gaan doen. Die moeten met zo'n speciaal metalen band bijvoorbeeld rond hun bovenbeen rondlopen. Dat bloedt elke dag. Dat is ook in die film van Umberto Eco, In the Name of the Rose. Dat zal? Nee, ik heb de verkeerde te pakken. Nee, die andere. Maar daar heb je ook de Opus Dei. Dan zie je het
Dan zie je het, dat ze dat doen. Ik vind het zo stom, Jörg. Ja, Opus Dei is in feite pas opgericht, als ik niet mis ben, in het begin van de 20e eeuw. En is een secret society within a secret society. Dus een geheime gezelschap binnen de geheime gezelschap van de Jesuiten. Maar die doen dus aan die zelfkasteiding. En interessant is om te weten dat minstens 2, als niet 3 leden van de American Supreme Court leden zijn van Opus Dei. Ja, het is jammer, het is jammer, het is jammer, maar helaas. Het is een feit. Het Nederlands gedicht, ja, het is een feit, ja. En hij ging elke zondag ter biecht. Ja. Weer zo slecht om te biechten. Nou ja, ik ga ook. Ongezond, dat is ongezond. Ik ga naar de biecht naar mijn Heer in een persoonlijk gesprek met Jezus Christus. Dat lijkt me ook, ja. Ik ga niet naar de biecht naar een kerk en zeker niet op een zondag. Dat is een groot verschil, ja. Ja, ja, ja. En hij ging dus 3 keer in de week naar de mis. Is dat dan iedere keer het Jezuskoekje eten? Ja. Echt waar? Ja, ja. Dat is uiteraard een begrepen elke keer, ja. Oh. Even voor de kijkeraars, want Jezuskoekje, dan denk je, wat zegt hij nou? Wat die katholieken, dat is echt heel gek. Die katholieken hebben verzonnen, we gaan de kruisiging, het leed, gaan we iedere keer nadoen. En dat doen we dan. En deze vent, Ignatius de Loyola, die deed het 3 keer per week. En Christus Jezus heeft gezegd tijdens het laatste avondmaal. Dit brood is mijn vlees, deze wijn is mijn bloed. Of vice versa, dat maakt niet uit, hè? Want hij was aan het voorbereiden van jongens, maak je nou niet zo'n zorgen. Er gaat binnenkort iets gebeuren. Maar ik ben niet meer dan dat brood en die wijn. Dus maak je nou niet zo'n zorgen. En die katholieken, die gaan dat iedere keer nadoen. En die gekkelingen, die doen dan dat ze een of ander speciaal koekje gaan bakken. En dan hebben ze een ritueel of een rituaal. En dan houden ze dat koekje omhoog en dan zeggen ze, dit is het vlees van Christus. En dan gaan ze Christus opeten. Ja, mag ik je even onderbreken? Kom maar, alsjeblieft, anders word ik bang. Ik vind het prima hoe je het vertelt, maar je moet het iets nauwkeuriger vertellen om duidelijk te maken waar het verschil ligt tussen katholieken en protestanten. Kom maar. Als Jezus Christus gezegd heeft van, breek dit brood, dit is mijn lijf, en drink deze wijn, dit is mijn bloed, dan heeft hem ook gezegd, en doe dit in herinnering aan mij. Do this in remembrance of me. Ja. Dus Jezus Christus heeft duidelijk gezegd, dat als wij in communie, en zo noemt het bij de protestanten de heilige communie, of de communie, als wij dat brood met elkaar breken, en als we die wijn met elkaar drinken, en we doen dat in gedachtenis aan, dan doen we dat in gedachtenis aan Jezus Christus. Mm-hmm. Op het Concil van Trient werd vastgelegd, dat iedereen die zegt, dat het brood niet de volledige lijf, de goddelijkheid, menselijkheid, en de lichaam van Jezus Christus is. Iedereen die dat zegt, dat het dat niet is. Maar ik doe dat in herinnering aan hem. Dus met andere woorden, ik doe dat symbolisch. Die zij vervloekt. Ja. De Romeins-Katholieke Kerk, de priester, gaat als hem in de Eucharistie-viering van de mis. Deze wafer bread, dat is zo'n oblaat noemen we dat in Duits, zo'n papierbrood-achtig. Ja, ja. Die hostie. Als hij die neemt, dan houdt hem die omhoog en dan zegt hem 5 Latijnse hocus pocus woorden. Ja. Hoc est enim corpus meum. En met deze woorden beveelt de priester, is dat nu een kardinaal, is dat een bischop, is dat een gewone priester van de Romeins-Katholieke Kerk, hij geeft een bevel aan Jezus Christus uit de hemel te komen, in dit brood te komen en dit brood lijf met zijn volle lijf, met zijn volledige goddelijkheid, menselijkheid, met zijn lichaam, met alles erop en eraan, met zijn ziel te worden. En dan wordt dat brood geofferd, nog een keer opgeëten. Met andere woorden, de Romeins-Katholieke Kerk vertikt het enige volledige offer van Jezus Christus aan het kruis te accepteren.
maar ze offeren hem ik over en over again. Duizenden keren per dag over de hele wereld. Sinds jahrhunderten. Mm-hmm. Ja? Dus Jezus Christus heeft gezegd, doe dat in herinnering aan mij. En de Romeins-Katholieke Kerk zegt, iedereen die zegt van, doe dat in herinnering aan mij, die is vervloekt. Oké? Mm-hmm. Plus, de Romeins-Katholieke Kerk geeft ook maar één deel van dat avondmaal, zoals jij dat juist genoemd hebt, of van de communie. Ze geven namelijk alleen nog maar het brood. De wijn wordt niet meer gegeven. Nee, inderdaad. Dat is omwille van dat de priesters zeggen van, ja, maar kijk, als je nu een druppel daarvan spilt, of dat blijft bijvoorbeeld aan je baard, een druppel van hangen of zoiets, dat gaat niet, dat is een sacrileeg. Ja? Dat is heiligen onder ontdoening, of hoe je dat ook wilt vertalen, een sacrileeg. Dat mag niet. De wijn is voorbehouden alleen aan de klerus. Dus aan de priesters en zo, aan de hiërarchie van de Romeins-Katholieke Kerk. De gewone mens mag dat niet doen. En daar hebben natuurlijk ook sommige protestanten nog eens geen problemen, als zij naar de Romeins-Katholieke Kerk overstappen, dat zij alleen nog maar de helft van het avondmaal gaan krijgen. Ja. Niet omwille van de protestanten zo graag wijn drinken, maar de punt is gewoon, Jezus Christus heeft het zo geordineerd, en de Romeins-Katholieke Kerk zegt anders, want de Romeins-Katholieke Kerk zegt ganz duidelijk, de Bijbel als hoogste autoriteit is acceptabel, alleen als de traditie van de Romeins-Katholieke Kerk daar nog boven komt te staan. En de paus heeft het recht om de Bijbel te wijzigen. En dat is precies gelijk in Daniel voorspeld geweest is, als het over de Antichrist gaat, in een van die kapitels, ik weet nu niet welk kapitel dat is, 7 of 8 zeker, wordt hem zegt van, en he will think to change times and laws. Hij zal denken, tijden en wetten te veranderen. Gelijk dat men met de Sabbat gedaan heeft. Nou, ja. De Romeins-Katholieke Kerk geeft openlijk toe, zij zijn diegenen die de Sabbat van de zevende dag in de week naar de eerste dag van de week verplaatst hebben. Ze zeggen heel duidelijk, er is geen enkele autoriteit in de Bijbel daarvoor. Dat is puur en alleen op basis van de autoriteit van de Romeins-Katholieke Kerk dat gebeurd is. Punt uit. Daar discussiëren ze zelfs niet over. Ze geven dat openlijk toe. Zij veranderen die kalender. We leefden eerst naar de Juliaanse kalender. Nu leven we momenteel naar de Gregoriaanse kalender. We leven naar een zonnekalender, niet naar een maankalender. Dus hij denkt dat hem die tijden gaan veranderen. Want het is niet omwille van dat we daarna leven, dat we daarmee ook daadwerkelijk die tijden veranderen. Ja? Hij heeft bijvoorbeeld begin van het jaar geplaatst naar 1 januari. Tot 1582, als hem die kalender veranderde, was dat in begin april. Nu, we gaan daar juist naartoe, dit weekend. Dat is normaal gezien het begin van het nieuwe jaar. Ja, ja? Dat voel ik ook. Is ook ergens logisch. Voor wat zouden je het begin van het nieuwe jaar in het midden van de dood vieren, waar alles vriest en kapot is en niks leeft, in plaats van als die planten terug beginnen gaan leven, de vogeltjes terug beginnen te gaan zingen, wenn terug buiten gaat, de zon terug begint te schijnen, terug warmer begint te worden, het leven terug tot leven komt. Dat is toch ergens logisch. Ja, wat denk je waar die uitspraak van April Fools vandaan komt? Dat iemand in de april sturen met die idiote grappen. Dat komt daarvan, omwille van dat ze toen in de tijd die mensen belachelijk gemaakt hebben, die aan het oude nieuwe jaar vastgehouden hebben. Voor jahrduizenden was voor de mensen begin van het jaar 1 april. En niet in 1 januari. En dan nog die avond daarvoor, Silvester. Benoemd naar Paus Silvester. Ter zijn ere. De laatste dag van het jaar, 31 december. De laatste dag van het jaar zoals wij het vandaag en daarna vieren. Ja? Dus voor mij komt nu een heel schoon weekend dan. Want het begint eindelijk eens een keer terug lente te worden. Ja, ik merk het hier in Arnhem ook hoor. Het is hier koud geweest. Oh. Ja, het is nu nog altijd koud voor deze tijd van het jaar. Normaal gezien zou het al wat warmer moeten zijn, maar kom. Maar de zon komt er goed door en de vogels zitten lekker. Nou ja, zo'n koude winterperrie en toch kan ze uw globale warming verkopen, hè? En de mensen zijn toch dom en vallen erop binnen. Breek mij de bek niet open. Nee, want dan zijn we nog... Maar ik wil met die globale verwarming even een grapje maken, gewoon een witse. Dat rookverbod. Want dan gaat iedereen buiten roken. Dan krijg je globale verwarming, toch? Omdat iedereen buiten is. Ja.
En dan paffen, en dan die check in de fik. En je gaat natuurlijk ook praten, dan krijg je CO2-uitstoot. Ja, überhaupt, ja, CO2-uitstoot, dat heb je ja sowieso als je ademt. Hè. Dus als je tegen de globale verwarming wil doen, ja, ga dan dood, hè, jong. Dan doe je het beste ervoor, want dan verspil je geen zuurstof meer en adem je weer CO2 uit. Maar dat uiteindelijk, Perry, is de politiek waar ze naartoe willen. Hè? Ja. Met al die CO2-afgiftes, dat je uiteindelijk ga je betalen ervoor om te ademen. Hè? Min of meer. Nou, we krijgen zo dadelijk dansbelasting. Want dan gaan ze een sociologisch onderzoek doen. En dan blijkt dat mensen die dansen, omdat ze daar veel bewegen, die moeten meer eten. Die moeten meer CO2 verbruiken. Ja, die meer CO2 verbruiken. Dat is logisch. Dat kan je niet dansen, hoor. Sorry. Een diamant is heel leuk, maar die kan niet dansen. Dat moet is noodzakelijk. Nou, dan ga je daar belasting over betalen. Dat gaat ze niet. Wij kunnen dit voorspellen, maar het gaat niet gebeuren. Wij kunnen dat heel simpel samenvatten in één enkele zin. Alles wat goed is, maakt de Romeins-Katholieke Kerk slecht. En alles wat slecht is, maakt de Romeins-Katholieke Kerk goed. Ja. CO2 is absoluut noodzakelijk voor de plantengroei. Ja. Ik heb al video's gezien van boeren die speciaal hun tomaten planten in van die... Een gewashuis, hoe noemde je dat? Zo'n broeikashuizen. In die broeikas. Ja, een broeikas. Ja, en in die broeikas. Die hun tomaten extra CO2 toevoeren. En daarmee reuze tomaten gaan telen. Met veel smaak en lekker. En alles erop en eraan. Ja. Is dat dan zo erg? En dan nog. CO2, volgens mij. Ik ben nooit niet goed in fysiek geweest. Dus verbeter mij, want dan ben jij beter in als ik. Ja. Maar CO2, volgens mij, is zwaarder dan lucht. Ja. Ja, als dat dan zwaar is, dat lucht, waarom zijn we dan niet al lang doodgestikt? Want dan kan je dan hier ergens in de lucht rondwerven en dan moet je allemaal aan de grond zijn. Ja, het dan punt moet je toch al lang dood zijn. Ik kan het je uitleggen. De concentratie CO2 is 0,02% of 0,03%. Dat is echt niet veel, hoor. En dan CO2, er zit koolstof in. En koolstof is elektrisch. Het gaat heel makkelijk verbindingen aan. Met koolstof kan je 0,038% van de atmosfeer, Perry, is CO2. 0,038, oké. Okay. Ja. 0,04, afgerond. En daarvan nog niet eens 10% of zo is mensen gemaakt. Ja, klopt. En die CO2 die zit gewoon lekker te elektrische te dingen. En planten vinden dat heerlijk. Want planten hebben een... Ook koolstof. Planten zijn gemaakt van koolstof. En die hebben een soort receptor. En dan kunnen ze reduceren. Ze kunnen CO2, dan kunnen ze die zuurstof eraf halen. Dus dan komt die zuurstof weer vrij. En ja, die C van de CO2, die gaat in de CXHI. Wij zijn ook van koolstof gemaakt, hè? Wij zijn allemaal van koolstof gemaakt. Ah ja. Alles wat leeft. Dus wij gaan dat verdoemen waar we van gemaakt zijn. Ja. Daar kom ik toch terug op dat wat ik gezegd heb. Daar juist die kerk, die Romeins-Katholieke kerk, maakt alles slecht wat goed is en alles goed wat slecht is. Ja. Maar laten we maar verder gaan in dat boek, anders discussiëren we daar morgen vroeg nog over, want daar kunnen we nooit meer op. Oh. Als we daarmee beginnen. Ja. Ik hou de tijd in de gaten. Oké. Okay. Gaan we door. Dus je bent bij die alinea met sometimes. Ja. Sometimes the exercises aroused in his followers instances of bizarre conduct, swooning, long spells of fainting and melancholia, rolling about the ground, being gripped with corpse-like rigidity. The Spanish Inquisition investigated him on suspicion of preaching Gnostic Illuminism. When Inigo insisted that he was not preaching at all, but was merely talking about the things of God in a familiar way, the Inquisitor released him. In successive phrase, the Inquisition ordered Inigo first to get rid of his eccentric clothing and dress like other students, second, to refrain from holding meetings until he had completed 4 years of study, and third, to refrain from defining what constituted a grave sin. Wearying of the harassment, he decided to seek his 4 years of education beyond the Inquisition's reach. Nu, wat ik hierbij heel belangrijk vind, is als we ons een keer eventjes de begin van deze zin een keer voorstellen. Swooning, long spells of fainting and melancholia, rolling about the ground, being gripped with corpse-like rigidity. Je kunt dat direct vertalen, Perry. Maar
als je nu vandaag de dag eens een keer op YouTube een video gaat kijken van de charismatische beweging. Van mensen die bijvoorbeeld, ik zeg maar tussen aanhalingstekens, godsdiensten bijwonen van Benny Hinn. En al deze, deze valse leraars. Ja. Met de charismatische beweging van de Heilige Geest komt over jou. En die rollen er op de grond en lachen zich kapot. En doen alle mogelijke dingen totaal ongecontroleerd van hun lichaam. Ja. Dat is precies dat wat hier ook gebeurt. Ja. Dus deze spirituele oefeningen, of geestelijke oefeningen van Ignatius van Loyola, zijn in feite niks anders als uw geest openzetten om bezet te worden van een fallen angel, ja, een gevallen engel, een demon. Lijkt me ook, ja. Die overneemt en met jou doet wat dat hij wil. En dat jij daar totaal spastisch aan de grond ligt en niet meer heer over je eigen zijt. Dat wilde ik alleen eventjes kwijt over het eerste deel van wat ik hier voorgelezen heb, want dat vind ik belangrijk. Maar please, maar alstublieft, doe jij maar. Wat mijn ding hierbij is, dat nummer van die band Propaganda. Het materialisme. Dat je niets meer bent dan een zak moleculen die hopelijk, mogelijk, van de apen afstamt. Omdat je denkt dat de apen wel goed waren. Dat is wat ik hiervan kan samenvatten. En dat je dan ga je dingen doen, wat Ignatius de Loyola heeft gezegd, van martel jezelf. Ontzeg jezelf van alles. En dan hardcore. En kijk wat je overkomt. Ignatius de Loyola, dat was een sukkel. Dat doe je niet. Dat slaat nergens op. Want jouw lichaam, even tegen de kijkeraars, niet tegen jou Jurk, maar tegen jou ook. Jouw lichaam, dat is een kind van God. Jij bent een kind van God. Dat lichaam heb jij gekregen. En dat ga je niet. Is de tempel van God. Ja. Dat is zijn huis. Zo heeft hij dat bedoeld. En dat mag, je mag je lichaam gebruiken voor van alles. En je kan je lichaam ook zelf gaan lopen zwepen. Je kan je lichaam ook met een scheermes gekke dingen lopen doen. Je kan je lichaam tatoeëren. Maar daar gaat het niet om. En Ignatius de Loyola, die verklaar ik bij deze, anno, wat is het nu, 2018, voor de grootste sukkel, behalve, wat was het ook weer die man? Aquino. Aquinos. Aquino. Ja, bedoelde, Thomas van Aquin bedoelde. Ja, Thomas van Aquino. Ja. Op Nederlands zeg maar. Die was ook zo van lul. De Romeins-Katholieke Kerk, ja. Oh, wat Evangelical Doctor, zoals ze hem noemen, ja. Ik heb gewoon niet eens zin om te gaan vertellen aan iedereen waarom dat bagger is. Maar het is het echt. Je moet me maar op mijn woord geloven. Weet je dat Summa Theologica? Dat hoofdwerk van hem? Ja, 5 volumes, 5 banden. Ach, man. Wat slecht. Het is toch een heel slecht idee om de Bijbel te gaan lopen te verbeteren. Waarom heeft God gezegd dat hij niks moet toevoegen of wegnemen van zijn woord? Want zijn perfect. Het slecht. En zeker niet zoals Thomas van Aquino in een overheidsdienst van de katholieke paus. Zo'n mooi scheldwoord, hè? Katholieke paus. Dat is een dubbelstelling namelijk. Kijk, maar de Spaanse Inquisitie heeft onderzoek naar hem gericht. Want ze verdachten hem dat hij gnostisch illuminisme aan het prediken was. Omdat hij uit Spanje kwam, waar die Los Alambrados, een geheim gezelschap van de Illuminaten, al bestond in een tijd, ja. Wat weet jij van het illuminisme? Wat vind jij daarvan? Dat is gewoon de verspreiding van, zoals het hier staat, Gnostic Illuminism. Dat is de menselijke leer van de verlichting
En de verlichting komt door de lichtbrenger, en dat is Lucifer of Satan. Goed zo. En toen Ignatius in Inigo volhield dat hij helemaal niet predikte, maar alleen maar sprak over de dingen van God in een gewone manier. Toen heeft de inquisitor hem vrijgelaten. In successive phrase, en dat weet ik even niet, die heb ik niet opgezocht, Jeroen. Dat is dus volgende vastzettingen. Ja. In de volgende vastzettingen heeft de inquisitie... Dus Inigo werd verschillende keren door de inquisitie opgepakt. Oké? Okay? Die heeft hem gezegd van, ja, maar ik ben niet aan het prediken, ik ben gewoon de dingen van God aan het vertellen op een vulgaire manier, dus op een manier dat de mens in de straat mij verstaat, bij wijze van spreken. Ja. Ik ben een straatprediker, met andere woorden, zei hij. En er werd hem vrijgelaten. Maar de volgende keren dat hem opgepakt werd, dan heeft de inquisitie hem bevolen om zijn excentrische kleding af te zweren, want die droegen heel speciale kleren hij droeg heel speciale kleren in de tijd. Dat wordt ook bij Griesinger alles nog veel beter beschreven, maar dat kan ik nu allemaal uit mijn geheugen en niet vertalen naar het Nederlands, moet je zelf maar lezen. Dat hij moet afstand nemen van vergaderingen tot hij compleet 4 jaar gestudeerd had. En dat hij ook moest afstand nemen van wat hij vastgezet heeft als een zware zonde. En omdat hem daar moe was om deze joch, laat ons maar zeggen, te dragen, heeft hij besloten om zijn educatie, zijn opleiding voort te zetten buiten het rijk van de Inquisitie. Alsof zoiets bestond in Europa in de tijd. Maar ja, hij ging dus naar Parijs. Even kijken hoor. Want hij had dus rare kleren aan. Ja. Dat wordt bij Griesinger wordt dat heel goed beschreven. Hoe dat zich kleden. Een speciale hoed die hem op had. En bepaalde kledij die hem aan had. En hij droeg ook geen schoenen in die tijd. Liep dus voornamelijk blootvoets en dergelijke dingen meer. Allemaal om zichzelf te kastijden en boete te doen, bij wijze van spreken. Materieel boete te doen. Hij was een totale volidioot. En dat is geen Nederlands woord, maar op zijn Duits klinkt het, is het toch wel... Ja, in Engels hebben ze dan een heel schoon woord voor lunatic. Een lunatic, ja, een maner. En hij mocht zich niet langer overeen meetings, dus een samenkomst hebben, voordat hij 4 jaar had gestudeerd. En hij moest zich onthouden om te definiëren dat wat zonde is. Zware zonde. Een zware, ja, volgens mij is er geen verschil tussen zonde of zware zonde. Maar hij maakt daar verschillen. De Romeins-Katholieke Kerk maakt ja ook een verschil tussen gewone zonde en doodzonde. Ja, heb ik lang in geloofd. De Bijbel zegt heel simpel. De overtreding van de wet is zonde en de straf voor zonde is de dood. Dat lijkt mij ook. Dat is wat God zegt. Ja. Dus elke zonde is een dodelijke zonde of een doodzonde, bij wijze van spreken. Ja. Of wordt bestraft met een dood. Ja. Zo simpel is het. Maar mensen zoeken het graag altijd maar een beetje verder uit. En gaan verschillen daarin maken. De Romeins-Katholieke Kerk spreekt bijvoorbeeld ook van venial sins, of venial sins, ja. Van, wat is dat dan? Van geslachts... Ja, gelijk dat je venial disease hebt, geslachtsziektes hebt, spreken zij over zonden die je hebt, dat zijn bij wijze van spreken sekszonden of zonden die gebaseerd zijn op seksualiteit. Oh. Ja, bij wijze van spreken, de Romeins-Katholieke Kerk leert dat elke coitus met uw vrouw, als het niet voor reproductie is, een zonde is. Dat staat niet in de Bijbel.
in de Bijbel. Eens je getrouwd bent met je vrouw en je gaat met haar, in verstaan, met haar consent, met haar akkoord de slaapkamer binnen en je hebt daar heel veel plezier samen, dan heb je daar heel veel plezier samen. Dat moet niet altijd maar zijn om kinderen te maken. Dat zegt niemand nie. Mhm. Dat zijn enkele mensen, die halen dan een voorbeeld aan van God, die een die een vrouw de zaad onthouden heeft, wel doodgestroken heeft. Onan. Wat lief? Onan? Ja, daarover? Onan. Vandaar komt onanasie. Ja. Onan was dat in het Oude Testament, ja. Maar bij die was dat omwille van dat hij dat met Vorsatz gedaan heeft. Hij moest een kind gaan krijgen en hij heeft met Vorsatz zijn zaad aan haar onthouden en daarom heeft Gott hem gestraft. Ja. Maar de Romeins-Katholieke Kerk legt dat natuurlijk anders uit. Zoals ze alles anders uitleggen, ne? Dan moeten we nu niet over discussiëren. Ne? Maar dus wel, maken, het is heel belangrijk. Die maken dat dus verschil tussen dodelijke zonden en tussen seksuele zonden en al die dingen. Een verschil die de Bijbel niet kent. Ne? Ja. Want een zonde, om even mijn dingetje eraan toe te voegen. Mm-hmm. Een zonde, dat is hetzelfde als waar Boeddha het over had. En Boeddha is voor Christus. En Boeddha had het over hechting. Je moet je niet hechten, zei Boeddha. En er is niet een verschil tussen de ene hechting en de andere hechting. Het maakt niet uit waar je je aan hecht. Als je hecht, gaat het niet goed. Dat is zondige. Oké, geht weiter, mein Freund. He set out for the University of Paris with a pack mule carrying his belongings. He arrived at the university on February 2nd, 1528, and soon afterward registered in the rundown of College of Montaigu. John Calvin, who would become Protestantism's great theological systems designer, was leaving Montaigu just as Loyola arrived. Erasmus, the college's most famous alumnus, remembered graduating from Montaigu, quote, with nothing except an infected body and a vast array of lice, unquote. The student body consisted mostly of wayward Parisians, Parisian boys kept under harsh discipline. Inigo was 37. Okay. Dus Ignatius, die ging naar de Universiteit van Parijs met een stelletje muilezels. Met één muilezel, een pak ezel die zijn goederen droeg. Oh ja, packmule. Dus een muilezel. En hij arriveerde bij de universiteit op 2 februari 1528. En kort daarna registreerde hij zich in het overlopen College of Montaigu. Ja, dat is de meest prestigieuze school in Parijs in de tijd. Parijs een heel open stad altijd al geweest, zeker wat de humanisme aangaat. Ja. En we spreken nu over het begin van de 16e eeuw, waar de humanisme een piektijd had. Mm-hmm. En dus die college, of die universiteit, was nog redelijk overlopen. Maar hij ging dan nog om zich in te schrijven. En just als hij zich ging inschrijven, is John Calvin daar weggegaan. Is daar weggegaan. En Erasmus, die de meest bekende Graduates van deze universiteit, herinnert zich daran, dat als hij van Montaigu wegging, da heeft hem erop geschreven, ik ben da eigenlijk weggegaan met niks anders als een geïnfecteerde lichaam en een hele hoop van luizen. Bah. Ja, dus met andere woorden, besonders hygiënisch en voornaam of zo, en ordelijk ging het daar niet aan toe. Ja. En dus de grootste deel van de studenten in deze universiteit waren normale Pariser jongens, die onder een harde discipline gehouden werden. Maar ja, dat zijn jongens van misschien 17, 18, 19 jaar en Inigo was 37. Verbazingwekkend, ja. Ja, en hij gaat verder. Paris was expensive, even for students. En dat is ja vandaag de dag nog altijd zo. Als je vandaag op de Champs-Élysées een cola wilt drinken, ik drink geen cola, maar als je dan cola wilt drinken, dan moet je niet versteld davon staan dat je voor een glasje cola 7,50 euro betaalt. Echt waar, joh? Dat lief. Het is al zo duur geworden.
Ja, ik weet niet. Als ik er 20 jaar geleden was, kostte het al 5 euro. Dus het zal wel goedkoper geworden zijn in de tussentijd. Hè? Paris was expensive even for students. Much of the funds Inigo had raised in Barcelona had been stolen by one of his disciples. Also, hij was dus heel goed kieskeurig om zijn volgers uit te zoeken als een van zijn volgers hem zelf zijn geld gestolen heeft. Hè? In early 1529 he went into Belgium, where it is believed he received money from people close to the Holy Roman Emperor. One of these was Juan de Cuellar, treasurer of the Kingdom of Spain. Another was Louis Vives, personal secretary of the emperor's to the emperor's aunt, Queen Catherine of England, and private tutor to her daughter, Princess Mary, afterward the Bloody Mary. Inigo returned to Paris much better off. He upgraded his lodgings. Dus om het heel kort te maken, Parijs was zo duur, hij ging naar België, hij heeft daar kennis gemaakt met de schatmeester, of hoe noemde je dat? De geld, Schatbewaarder, ja, van het Koninkrijk van Spanje. En met Louis Vives, die een persoonlijke secretair was van de... van de tante van de keizer, de Romeinse keizer, Karel de Vijfde in de tijd. En dat was dus de koningin, Catharine van Engeland. En haar was een private tutor, dus leraar van haar dochter, Princess Mary, die we later leren kennen als Bloody Mary. Wow. En Inigo ging dus naar Parijs terug, veel beter uitgerust met geld als daarvoor. En vandaar heeft hem zich ook betere plaatsen bezorgd om nu te verblijven. Dus een slaapplaats en woning was beter waarschijnlijk als daarvoor. Okay. In October he left Montaigu and enrolled at the College of St. Barb across the street. He pursued a course in arts and philosophy that would last 3.5 years. His name appears on the St. Barb Registry as Ignatius de Loyola. Some Jesuit historians have guessed he adopted the name in veneration of Ignatius of Antioch, an early Christian martyr. Hier moet je even stoppen, even voor de kijkraad, want ik heb de screencast lopen. Ja. En ik moet even dan de volgende pagina pakken. Maar, ik pak nu de volgende erbij. Nu ben ik op de pagina 45. Ah, okay. Ik dat eerste stukje, dit kunnen de kijkers meekijken. It was in St. Barb that Inigo began earnestly organizing his army, but not before traveling again to Belgium to ask Juan de Cuellar and Louis Vives for yet more money. Om het keer kort samen te vatten, dat hem in oktober heeft hem Montaigu verlaten, heeft zich ingeschreven in het college van St. Barb, dat juist tegenover in de straat was. Hij heeft een koers in kunst en filosofie zich ingeschreven, die 3,5 jaar moest duren. Zijn naam verschijnt in de registers van St. Barb als Ignatius van Loyola. En sommige jesuitische historicus hebben vermoeden dat hij die naam geadopteerd heeft in eer aan Ignatius of Antioch, een vroege christelijke martyr. En dan spreken we over een echte christen, ja, niet katholiek. Mm-hmm. Het was in St. Barb dat Inigo begon zijn armee te organiseren, maar niet voor hij nog eens een keer terug naar België ging en nog meer geld gesjokkerd heeft. Wat een rare man is dat, hè? Wie, Inigo? Of? Ja, Inigo, ja. Inigo, ja. Ja, ja, dat is een rare man. Waarom doe je dat? Rare man. Inigo de Loyola de Recaldes. Zijn volledige naam. En dan in België en een hub daar naartoe en zoveel jaar hier en zoveel jaar daar. Nou, als je weet dat je van Parijs maar even naar België moet om een beetje geld op te gaan pakken, dus naar de bankcontract gaan in België, dat is dan goed, hè? Oké, nou die volgende, kom op, we ruisen even door. Armed with his command of the Templar secrets and with introductions provided by the Emperor and Vive, Ignatius crossed to England. This significant voyage is mentioned only once in his autobiography. He admits that he returned with more arms than he usually did in other years.
Perhaps Queen Catherine, the Emperor's aunt, introduced him to the Howards and the Petres, known to be among the first families to receive and nourish Jesuits sent to England. Ja. Ja, wil jij vertalen of zal ik dat zelf doen? Nou, we gaan samen doen. Ja. Die Templar, dat zijn de Tempeliers. Ja, de Tempelridders. En de introductions, dat zijn niet uitnodigingen, dat zijn de brieven. En die heeft hij gekregen van de keizer en Vivers. Maar wie was Vivers dan? Ah, wel, daar hebben we nog juist van gelezen. Louis Vivers was die die schatbewaarder daar van dingen. Oké, ja. Die persoonlijke secretair van de tante van de keizer was Louis Vive. Oké, en toen is Ignatius naar Engeland gegaan. Was knap. Met de boot. Die jongen heeft geld gehad. Ignatius is gefinancierd. Je gaat toch niet zomaar naar Engeland? Ja, die heeft zich dat geld in België toch gehaald. Schrijvend het. Oh. En deze belangrijke reis wordt maar één keer vermeld in zijn autobiografie. Oké, dat is niet zo belangrijk. Nou, dat is nee. Het is niet dat het niet belangrijk is. Het is dat het alleen maar daar één keer vermeld wordt. En voor de rest zijn er geen handtekeningen daarvan over van wat hem in die tijd gedaan heeft. Dat was dus min of meer een verborgen reis die hij gedaan heeft. Want er heeft zich ja blijkbaar daar nog enorm veel meer geld opgehaald. Want het staat ja hier. He admits that he returned with more arms than he usually did in other years. Dus hij kwam met meer geld terug als hem normaal in andere jaren zou gehad hebben. Dus hij werd royaal gefundeerd in Engeland. En daarom zegt die auteur, misschien was hij dus bij Queen Catherine, die tante van de Romeinse keizer, Karel de Vijfde, die hem geïntroduceerd heeft in de Howard family en de Petrus family, die tot de eerste families behoren en dus rijk waren en die bekend daarvoor zijn dat ze later de Jesuiten onderhouden hebben als die naar Engeland kwamen, die dus van begin af aan ondersteuners van de Jesuiten waren. Dat staat er. Oh, ik vind het moeilijk te begrijpen hoor, dat dit echt gebeurd is. Ja, dus de punt is, this significant voyage is mentioned only once in his autobiography. Dat wil zeggen dat je dus nergens anders aantekeningen daarop vindt dat dat plaatsgevonden heeft, behalve ene keer in zijn eigen autobiografie. Dus dat is een reis die min of meer onderslagen wordt, wil ik maar zeggen. Waar niet veel over gesproken wordt, weet je. Maar die in dat opzicht wel belangrijk is, omdat hem met duidelijk veel geld uitgerust geweest is, als hem dan terugkwam. Ja? En dan ging hem terug naar Parijs. Starting with his two St. Barb roommates, Ignatius soon gathered a circle of six close friends, ranging in age from teens to early 20s. Somewhat like himself, they were adventurous, impressionable, intelligent, and unpersuaded of the Bible's supreme authority. Their fondest dream was to save the Holy Land from the Muslims by performing heroic Templaresque exploits. One by one, Ignatius gave them the spiritual exercises, and one by one, they became disciples. Within a few years, they were calling themselves La Compañía de Jesús, the Company of Jesus. Great. Dus dat is heel goed voorgelezen. Dus beginnen met zijn twee kamergenoten in St. Barb, heeft Ignatius begonnen zich een cirkel op te bouwen van zes dichte vrienden, vrienden die hem heel dicht bij zich hield, die in leeftijd varieerden tussen teenagers tot in hun jonge twintiger jaren. Ja. Dus allemaal duidelijk jonger dan hij, want hij was in de tijd zeven of ondertussen al 38. Nou, dat is smerig was het eigenlijk. Ik begin steeds meer een hekel te krijgen aan die man. Ah, nu pas. Maar dus, de auteur vaart voort en zegt van, zoals hij zelf in feite ook was, waren zij avontuurlijk. Zij waren tippen indrukken.
Ze waren intelligent en ze waren ook onovertuigd daarvan dat de Bijbel de absolute autoriteit was. Ja. Dus met andere woorden, alles behalve de Bijbel. Ja. Hun grootste droom of hun meest gehechte droom was dat ze naar het Heilige Land gingen om de moslimen, of zoals het over het algemeen in die tijd beschreven wordt, de Türken, te christianiseren of te katholiseren. Mhm. En dadurch heroische, templarachtige Daten te verrichten. Want de Templars zijn ja in de Kruistochten van 1100 tot 1300 naar het Heilige Land gestuurd geweest om Jeruzalem voor de paus te veroveren, want de paus werd ja die Gesten, die hem riep, niet meer los. Ja? Kennt ihr das von der Zauberlehrling von Johann Wolfgang von Goethe? Besen, Besen, seid's gewesen. Die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los. Ja? Die Gesten, die ich rief, die rag ich nicht mehr quiet. Ja, weil, welche Gesten hat der da over, Jörg? Ah, weil, over die Gesten von der Islam, die der romains-katholische Kerk abgerichtet heeft. Um Jerusalem von den Joden zurück zu eroveren, die das zurück in Besitz genommen hatte. Ja, in 70 nach Christus kwam de 10e legioen van de Romeinen naar Jeruzalem en heeft de stad compleet vernield, gelijk dat Jezus Christus in Matthäus 24 voorspeld heeft. De tempel zo vernield dat geen steen op een ander bleef staan. En daarna zijn ze verstrooid geweest over heel de wereld, maar kwamen dan terug en hebben terug bezit genomen daarvan. En de Romeins-Katholieke Kerk heeft dan de Arabieren gebruikt om hun de religie van de islam te geven, om ervoor te zorgen dat de islam een zwaard van de Romeins-Katholieke Kerk wordt. Ja? En dus moesten zij Jeruzalem voor de paus terug heroveren. Op den ogenblik als ze dat gedaan hadden, daar stonden de leiders van de moslimen op en hebben de paus zelf als een infidel verklaard. En hebben gezegd van, we hebben dat wel veroverd voor jou, maar we geven het niet aan jou, we houden dat zelf, je bent zelf een infidel. Ah ja, dus wat stond de paus dan? Die stond hem daar in een keer een zakken as. Ja? Die geesten die hem rief kosten, die kosten we niet meer, ineens niet meer controleren. Ja? Mag ik even interromperen? Ja, mocht hij. Ik heb een gesprek gehad, even tegen de kijkraars, ook tegen Jurk. Met een Mohammedaan. En ik zei tegen hem, ik ben een christen. En toen zei hij, tot mijn stomme verbazing, ja, dan ben jij van de drie eenheid. Van de vader en de moeder en de zoon. En kijk naar die man. Ik zeg, nee, ik ben niet katholiek. Ik ben christen. Nu mag jij weer. Ja. Die katholieken die krijgen nog even tussen ons ter discussie. Maar die katholieken krijgen daar nog een probleem mee. Want ze hebben bij die Mohammedanen dat neoplatonisme erin geramd. Dat is allemaal geinig, maar dat spreekt niet van de moeder en niet van Maria leer. Dat vinden die Mohammedanen. Misschien moet je dat noemen de protestante Mohammedanen. Want die Mohammedanen mogen ook een keer gaan protesteren. En het goede behouden wat er wel waar is in de Koran. Want niet alles wat in de Koran staat is per definitie een leugen. Want het meeste is waarschijnlijk waar. Behalve dan die paar procent. Dat is de leugenaar. Oké, ik ben uitgepraat. Goed, ja. Dus het punt was dat ze dus graag naar Jeruzalem wilden gaan om het werk tot een einde te brengen dat de tempelridders of de tempeliers enkele honderd jaren daarvoor begonnen waren en dus niet gelukt was om dus Jeruzalem terug onder de controle en de autoriteit van de paus te gaan brengen. Eén bij één heeft Ignatius hen dan die spirituele oefeningen gegeven, dus met andere woorden minimum die 28 dagen in die retreat die daarbij horen. En één voor één werden ze dan allemaal zijn volgers. En binnen de kortste jaren noemden ze zichzelf La Compagnia de Jesus, de compagnie van Jezus. Met andere woorden dus een militaire term voor de latere zo vandaag de dag in de mensen bekende gezelschap van Jezus. Ja, Perry, en ik vind dat we daarmee moeten gaan stoppen. We hebben een goed uur vol.
Ja. En het was interessant en het was leuk en ik zal zeker nog een keer verder doen, maar ik wil niet veel meer dan 1 uur gaan doen, want dan moeten die mensen ook eens een keer een beetje kans geven hun eigen studies nog te doen daarover. Wat we kunnen doen, Jörg, ja, is we maken hier een mooie afsluiting van en dan start ik opnieuw de opname, want ik heb een SSD-schijf en er kan nog meer op. Dus als je een goesting hebt, dan mag ja, ik wilde vanavond nog iets anders doen, vandaar. Oh, ik heb maar 1 uur ingepland, als dat oké is voor jou. Ja, helemaal oké. Okay. Ja, Jörg, hartstikke bedankt. Want ik vond het ook een mooie uitzending. Ik denk dat de audio heel goed geworden is. En op zijn hamburgers zag ik tjus. En dag lieverds.